my window to the streets below. On a freshly fallen. Manchester? Ja, het EK komt dichterbij. En die Jaap Stam, die is werkelijk op van de zenuwen. Die belt me op en die toetert mijn hele oor dicht. Helemaal dicht. Weet jij, overslaande stemhoop, ja. Weet jij hoe lang het nog duurt voordat de EK begint? Ik zeg, ja, weet ik veel. 90 dagen, zegt hij. Kom onmiddellijk. Nou, dan ga ik dan maar. Ik ben wel benieuwd waarom ze stem oversloeg. Hey Jaap! Te laat. Ja, dat weet ik. Ik weet dat ik te laat ben. Het moet maar eens afgelopen zijn. Ik heb er genoeg van. Oh, meneer heeft er genoeg van. Ja, en daarom heb ik dit. En dat is? De boetepot. De boetepot? Ja, die kennen we bij het Nederlands elftal ook. Oh, bij het Nederlands elftal? Ja, 1 minuut te laat is 100 gulden. Ja, ja, dat is toch de belachelijke voor woorden, zeg. Kom. Te laat is betalen. Jaap! Dat zijn de voetbalwetten en die gelden ook voor jou. Te laat is betalen. Oh, oh, dus... Je bent 1 minuut te laat, dat is 100 gulden. Kom op, betalen. Nou, die voetballerij, hoor, die staat zo ver buiten de werkelijkheid. Dan moet ik 100 gulden? Nou ja. Ja, kom. Het is werkelijk te gek, hoor. Zo, nou, hier, 100 gulden in je potje. En bedankt. Kom er maar in. Zo Jaap, heb je al koffie? Ja, ik heb koffie. Lekker bakkie. Ja, lekker bakkie. Ja, lekker bakkie. Maar waarom sloeg jouw stem over, Jaap? Mijn stem sloeg over omdat ik in de supermarkt ben geweest. Jaap, luister nou eens even. Jij loopt in een stadsopgebied. Jij loopt toch niet in een supermarkt? Ja, Harry, ik moet ook mijn boodschappen doen. Nou, ja, goed. Oké, jij loopt in die supermarkt. Ik zie jou lopen, daar gaat Jaap Stam. Met het karretje? Ja, precies, ja. En? Ja. En ik sta in één keer voor de dopetten. Jaap staat voor de dopetten. Ja. En ik kijk recht in die glazen pot met dopetten. En wat zie jij? Ik zie mezelf in de finale staan. Oh, Jaap, geweldig. Ja. En wat nog meer? En ik scoor het winnende doelpunt. Jaap! Met de snoepduik. Ja. Oh, wat een fantastisch verhaal. Ja. Maar waarom moet ik hier nou zijn eigenlijk? Omdat ik die snoepduik moet oefenen. Oh, die wil je gaan oefenen? Ja. Oh, en jij gaat me helpen. Oh, moet ik jou helpen daarbij? Ja, we gaan eerst een doel opzetten. Een doel op? Nou, ik sta nogal bekend als handig, zeg. Kom maar hierheen een beetje. Nou, ik ben even de paal, Jaap. Ja, het ziet er goed uit. Oké. Okay. Ja, maar dan arm, maar schiet nou op. Kom nou op met de paal. Kom nu de paal? Nee. Oh, Jaap. Hé, hey, jongen. Jongen. Hou het nog gewoon goed vast, man. Ja, hou het goed vast. Ja. Je moet dat goed neerzetten. Je kan het toch ook goed vasthouden, of niet? Nou, prik hem erin. Ik heb niet zulke kolen schoppen zoals jij. Je toch jij hebt zulke handen. Zo groot is dat ding nou ook weer niet. Laten we nou omdraaien. Hier, pak deze maar aan. Dan prik ik die erin. Hou die wel vast. Nou, duwen. Nou. Ja, ik ben niet laag. Sorry. Jongen. Ik ben zo'n kereltje. Ik kom niet laag. Als jij er nou gewoon een stukje in doet, kan ik hem toch de lucht in doen. Even aandrukken. Ja. Ja. Kom, netje erin. Netje erin? Ja, die moet er ook in. Trek hem iets daar naartoe. En die hoek. Harry. Nou. Ja, dat haal ik niet. Dat moet jij even doen. Ik help je wel. Je bent ook zo'n atleet, hè? Til me dan even op dan. Ah, ja. Zo, het doel is klaar. Zit. Ja. Ja. Nou, dan gaan we nu beginnen. Ah. Nee. Wat nee? Nee, daar heb ik nu geen tijd voor. Ik denk, nu gaan we beginnen met die snoepduik, of niet? Nee, ik moet trainen. Ik moet mijn boterham ook nog verdienen. Moest ik daar nou helemaal voor komen, Jaap? Ja. Om een doel op te zetten. Ja, je moet toch een begin hebben? Ja, dat begrijp ik, ja. Nou, het begin is er. Oh. En vanaf nu, wat gaat er nu dan gebeuren? Volgende week gaan we echt aan werken. Aan die snoepduik? Ja. Dan gaan we beginnen. Ja, neem jij maar een bal mee. Nou, dat ga ik zeker doen. Oké. Ja, tot volgende week. Tot volgende week.